Vorig jaar hebben we heel veel video's voor jullie opgenomen. Wat nou het hardste knalvuurwerk is van België dat jaar. Kregen we heel veel reacties op van ja, dit is harder, dat is harder. Heel veel discussie, want alles heeft al een beetje dezelfde gram kruid wat het mag hebben. De PTD-torch is ook weer beschikbaar, jongens. www.pyroteamdelft.nl. Ik heb het gisteren ook al gezegd, maar dit wordt het laatste jaar dat die aanstekers verkocht gaan worden. Loods heeft het hardste knalvuurwerk, daar kunnen we wel zeker van zijn. Aangezien zij dus vuurwerk laten produceren in Europa. We gaan nu even naar Loods, kijken wat ze ons aanraden en aanbevelen. Zodat we zo meteen op deze locatie alles voor jullie kunnen gaan testen. Oh ja, allemaal in Europa gemaakt. En dan hebben we de Megatrisk, ook in Europa gemaakt, maar de Slowakije. Alleen Megatrisk extra. En de gewone Megatrisk. Dat is een heel andere kwaliteit afwerking ook, hè. Ja, dat zie je wel, ja. Dikke shout-out naar Loods Vuurwerk, in Baarle natuurlijk. Even een disclaimer opnieuw. Wij nemen dit vuurwerk niet mee de grens over. We stoken het gewoon hier in het buitenland op. Dit is alles wat zij ons hebben aanbevolen, jongens. Het knalvuurwerk wat op dit moment, dit jaar dus, het hardste is van België. P1 is er natuurlijk uit. Maar deze dingen bijvoorbeeld. Sustels van Salon Roger. Dat zijn hele mooie vlindertjes, kijk maar. Mooi afgewerkt. Maar ik moet je zeggen, wat hij ons ook uitlegde. Vlinders kosten nou eenmaal wat meer, omdat dit allemaal met de hand gemaakt wordt. En bijvoorbeeld de Megatresk. Die overigens het hardste is, als ik jullie mag geloven. Onder TikTok hebben we dat heel veel gehad. Die zijn natuurlijk makkelijker te maken. Wat we ook hebben is de Megatresk Extra. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze. Deze heb ik zelf nog nooit gestookt. Maar we gaan ze even voor jullie vergelijken met de normale Megatresk. Dus we hebben hier ook nog die andere dingen. Elgato, Extreme, de Azul. Dan hebben we de rode versie. Sustels. Trueno Mascleta. Maar dit is dus de normale. Dit is de normale Megatresk. Dan komt daarna gelijk de extra. En dat hoor je wel, dat verschil. Dat is niet normaal, hè? Dat is veel harder. Extra is dus de hardste knaller van België momenteel. Knalt wel snel. Moet je die Mascleta doen? Zullen iets minder zijn, denk ik. Nou. Gewoon goed, hoor. Kijk uit. Het zijn echt hele goede knallen van Loods. Maar deze ben ik het meest fan van. Dat is niet normaal, man. Eerlijk, is niet eens P1. Nee, maat. Die zijn echt hard. Deze grote sustels nog even. Ik moet je zeggen, deze was wel het minste, terwijl die het grootste is. Maar ook deze rode, die Mascleta knallers, zijn hele goede knallen, man. Ze dichtbij. Eerlijk? Ja. Maar deze jongens, jullie hebben gelijk. Megatresk Extra. Allerhardste wat je kan krijgen. Absoluut. We hebben die paarse ook nog, trouwens. Kleintjes. Zo, huh? Die was raar. Maar wel goede knallers. Voor die kleine dingetjes. Zo, gekke lol.
gaat ook lont schieten, denk ik. Nee, die knalde echt heel goed. Nee, hij ken je dat lont? Ja, maar hij schiet ze wel weg, hoor. Dat lont? Ja. Nou, daar moet je altijd voor uitkijken, jongens. Wat ik al zei, de Megatresk zijn dus absoluut de hardste knallers van België dit jaar. Maar wat ik al zei, neem niks mee naar Nederland. Hoi. Hi. Neem niks mee naar Nederland, want dan ben je natuurlijk strafbaar. Daarom stoken wij ook alles hier op. Hier, Megatresk normaal. Zelfs die is al hard. Hoeveel euro was die nou per pakje? Dat zou ik niet weten. Voor mij zijn die 7 euro. En dit is dan de extra. Dat hoor je wel, dat verschil. Extra. En nog een extra. Dat was echt niet normaal, man. Dat dat nu nog te koop is in België. Oh, dan hebben we deze blauwe nog. De Extrem. Even vergelijken met die roze die we net deden. Kijken of die te vergelijken is. Prima. Zo. Succes. Nou, waren even wat wielrenners. Die laten we natuurlijk voorgaan. Doe dat ook, jongens. Met oud en nieuw, als je aan het stoken bent, wacht altijd even op voorbijgangers. Hier, vergelijking nu een vlinder. Nou, die was nog wel harder, man. Misschien klonk het zo. Ik vind het gewoon zonde dat die Megatresk extra nu op is. Deze. Dat vond ik echt het hardste knal die we net gedaan hebben. Kijk, ze zijn ook heel mooi afgewerkt. Plastic stukje hier zo. En allemaal geproduceerd dus in Europa. Daarom zijn ze dus harder. Gaan we een stooksessie doen? Boven de doos? Nee. Iets te dichtbij denk ik. Een rare knal. Ja, dan ploffen ze. Ja, die doen een beetje raar soms. Eentje. Die zijn hard. Zo. Ik snap wat je bedoelt met die lontjes, man. Dichtbij, hoor. Zo, kijk een rondje. Plofje. Zeggen,
de Megatres Extra. Jullie hebben het allemaal kunnen horen, hoop ik, op beeld. Was echt het allerhardste wat je nu nog kan krijgen. We hebben dit jaar natuurlijk verschillende knallers van verschillende winkels getest. Maar ik moet je zeggen dat van Loods de hardste knallers zijn. Dus thanks daarvoor. Jullie hadden vorig jaar namelijk massaal getipt van deze knaller is het hardste. Nee, zeker niet. Je moet echt even naar Loods gaan. Want bij Loods hebben ze namelijk de Megatres Extra. Ik raad het jullie wel af, jongens, om hem te kopen en dan de grens over te gaan. Dat wil ik nogmaals even benadrukken. Dat doen wij dus ook niet. We hebben alles opgestookt. Daarom lopen we ook geen risico's. Doe dat niet. Ga er verstandig mee om. Dan moet je misschien in België gaan vieren, want dan is het vuurwerk wel natuurlijk legaal. Thanks in ieder geval voor het kijken, jongens. Zoals ik al zei, morgen gewoon weer een video. December is nu echt van start, jongens. Volop Tsjechië video's. Er komt nog een trip naar wat jullie gisteren al hebben gezien. Dus december is een gekke maand. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En dan zien jullie mij morgen weer om 4 uur bij een nieuwe video. Later.